Wat moet je doen als je klaar bent met je middelbare school of studie? Defensie heeft het 10 jaar voor jongeren bedacht, waarin ze in een jaar tijd zichzelf kunnen ontplooien tot militair. Bijvoorbeeld bij de marine. Ik heb HBO recht gestudeerd en 4 jaar als juridisch adviseur gewerkt. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk nog wel iets leuks doen nu ik nog een beetje jong ben. Dus daarvoor voor 10 jaar gekozen. De 10 jaar is een manier van Defensie om in te spelen op het gegeven dat veel jonge mensen een tussenjaar willen. Bij Defensie zijn mensen hard nodig. Er staan namelijk 8000 vacatures open. Ik weet dat er heel veel tekorten zijn in alle verschillende dienstvakken. Er zijn daarvoor eenheden die gewoon niet kunnen varen omdat er te weinig mensen zijn. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus we willen gewoon meer personeel hebben. Mijn taken op een dag beginnen vaak met mijn vaste taken. En dat zijn, iedereen doet bepaalde dingen schoonmaken. Dus ik doe bijvoorbeeld het verblijf van de korporalen en de wc's daar. Als we aan het varen zijn, dan zit ik meestal op de brug. En dan ben ik uitkijken, moet je eigenlijk alles opnoemen wat er gebeurt. En moet je ook sturen. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat je al zoveel mocht doen. Hoe kan het dat er nog zoveel vacatures openstaan? Kan het zijn dat jongeren afknappen op die hiërarchische organisatiestructuur van Defensie? Ja, en die hiërarchische organisatie is niet meer wat mensen denken dat het vroeger was. We zijn niet meer dat we van een meerdere naar een ondergeschikte lopen te schreeuwen. Weet je, we werken gewoon normaal met mensen. En ik denk dat heel veel jongeren dat ook juist wel kunnen waarderen. En ja, dat ze wel een bepaalde sturing krijgen en ook de feedback die nodig is om uiteindelijk zelf te groeien. Siem is in ieder geval erg enthousiast over het 10 jaar. Ja, na dit 10 jaar zou ik graag bij Defensie willen werken. Ik had juist een beetje 10 jaar om daar, dat ik niet zeker wist of ik wel wilde blijven, maar eigenlijk al vrij snel dacht van, oh, dit vind ik echt geweldig, dus ik wil heel graag blijven. En ik hoop dat het ook kan, maar ik denk het wel.